coming from blues and Bach, de blues die wou ik verder zien te ontwikkelen of daar nieuwe wegen in zin te vinden. En op die manier, via het fingerpicking gebeuren, kwam ik uiteindelijk bij andere gitaristen, zoals bijvoorbeeld Leo Kottke, die ook eenzelfde streven heeft. Die is ook begonnen in de blues gebeuren. Dat fingerpicking steeds verder uitgebreid heeft. Alleen hij heeft een belangstelling voor Bach. En die heeft composities van Bach omgezet naar 12-snarige gitaar. Nou, daar heb ik eerst dan geprobeerd te kopiëren. Dat kon ik me niet echt helemaal eigen maken. Vanaf Leo Kottke ben ik weer teruggegaan naar de blues. En heb ik op die manier ontdekt dat je dus Bach met een slide en fingerpicks kan spelen. En zo is dat dan weer bij elkaar geïntegreerd. Thank you.
Het is allebei volksmuziek uiteindelijk.